Vanavond zitten we in de studio op de bank met burgemeester Martijn Vroom, de nieuwe burgemeester van leidschendam voorburg Onder grote belangstelling droeg waarnemend burgemeester Jules Bel de ambtsketen en ook de voorzittershamer over aan zijn opvolger Martijn Vroom. Martijn Vroom, de nieuwe burgervader, is duidelijk op zoek naar verhalen van bewoners. Maar vanavond luisteren we eerst naar zijn eigen verhaal. Om hartelijk gefeliciteerd nog met uw benoeming. Een beetje op adem gekomen na maandagavond? Ja. Maar het, is, het duizelt me nog wel hoor. Ja, ik vond het echt intensief. En uh, allemaal nieuwe mensen. Ik vond het wel echt een heel mooie avond. En um, ja, ik ben gelijk daarna de volgende ochtend doorgegaan met uh, kennismaken en verraderen. Dus ik zit nog wel een beetje in de duizelmodus. U bent geboren in Amsterdam. Wat voor jeugdherinneringen heeft u daarover gehouden? Nou ja, ik, uh, ik ben geboren in Amsterdam. Uh, op de woonboot. En toen al vrij snel uh, naar de Wal. En toen zijn we naar Haarlem verhuisd. En naar de Beeld. En toen naar Beeldhoven. En toen ben ik gaan studeren in Amsterdam en toen mijn vrouw dominee werd in Schiedam. Ze hebben naar Schiedam gegaan en toen naar Gouda en toen naar Krimpen en nu naar Leidschendam-Voorburg. Dus ik heb wat heen en weer uh, en door verhuisd. Uh, maar dat was ook ja, dat hoorde bij het werk van mijn ouders, en we waren allebei bij dominee. En mijn vrouw ook, dus vandaar dat we nogal vaak hebben uh, verhuisd. Maar uiteindelijk toen toch ook de keuze gemaakt om theologie en ja. daarnaast filosofie te studeren. Ja, ja want ja, toen ik uh, tiener was dacht ik natuurlijk dat niet. En dat werd het uiteindelijk wel. En eh, nou, met groot genoegen. Alleen toen liep ik eh, ergens halverwege mijn studie aan tegen eh, de persoon waarvan ik dacht, nou, daarmee ga ik trouwen. En dat heb ik ook maar gedaan. En gelukkig wilde zij dat ook. En toen eh, werd zij eh, dominee. En toen dacht ik, ja, dat wil ik niet ook worden. Eh, want we hadden allebei wel zoiets van, ja, het is wel leuk om je eigen verhaal thuis te kunnen vertellen. Dus toen heb ik mij gericht op de politiek. Toen wilde ik graag burgemeester worden. En ook assistent geworden bij een politieke fractie. En Raadzit geworden en toen wethouder geworden en toen ja, mocht ik burgemeester worden in Krimpen en nu hier. Ja, in Krimpen speelde natuurlijk ook, ook in elke gemeente ook uh, ja, wat, wat zaken die mensen bezighouden. Want ook daar had je grootstedelijke problemen. Zeker. Maar misschien niet helemaal vergelijkbaar met hier? Niet in het volume. De, de, best een aantal dingen die lijken op wat hier ook speelt. Uh, hè, met, met jeugdgroepen waar <coughs> meer dan gemiddelde aandacht voor nodig is. En uh, nou ja, werkloosheid, maar ook nou ja, dat, nou, van alles. En alleen ja, hier is het allemaal een aantal keer intensiever, intenser en uh, komt het meer voor. En uh, ik denk ook dat de verschillen tussen alle soorten en maten van groepen en mensen in Leidschendam-Voorburg groter is dan uh, in krimpen -Lijssel. Verkeersproblemen die spelen hier nogal een rol. Hoe was ja. dat in Krimpen? Nou, uh, Krimpen en uh, Leidschendam-Voorburg. Dat zijn de, de twee gemeentes met Hele specifieke, hele grote verkeersproblemen. In Kim heb je één brugdorp uit. En er gaat drie kwart van het dorp letterlijk elke dag overheen. En dat kost elke dag een uur meer file dan nodig. Dus wat dat betreft heb ik wel een idee uh, wat het betekent als je één uh, belangrijke weg je dorp uit hebt, die dan bijvoorbeeld op zaterdag en zondag helemaal vast staat. Ja, dus daar is inderdaad een flinke begrip voor. Al eh, nou, begrip voor, dat is iets anders. Kennis van. Kennis van, ja. Ja. Ja, ja, of ik er begrip voor heb, dat hebben we ik nog. Ik ben hier, dit is mijn tweede werkdag. Ja, dus. ja, ja inderdaad. Uh, participatie, ja. Nou, dat was in de vorige gemeente een belangrijk thema. Het nieuwe ja. college, wat uh, nu bijna een jaar aan de slag is, die vindt dat ook heel erg belangrijk. En dat was ook een belangrijk thema, al in Krimpen. Ja, en uh, sowieso al, uh, voor mij al lang. En dan noemen we het tegenwoordig participatie. Maar ik vind eigenlijk uh, daaromheen speelt. Kijk, de overheid, dat zijn we ook met z'n allen hè? en we doen het met elkaar. En uh, het is niet zo dat je opeens, als je als ambtenaar het gemeentehuis binnenloopt, dat je niet meer de buurvrouw of de moeder of de vrijwilliger, de mantelzorger of de, het neefje van bent. Hè? Dus je bent ook gewoon wie je bent. En dat idee van we doen het met elkaar en hoe betrek je dan je buurt, de wijk, het dorp, de stad bij uh, de plannen? Nou, dat kan je participatie noemen, maar dat is ook een goed kringgesprek. Dat is ook goede informatie en op tijd. Een, dus het is veel groter dan alleen maar meedoen met, met een project. Ja, dat zei vorige week Sjoe Bel ook al inderdaad in het afsluitinterview. Ja. Ja. Mensen die hebben zelf altijd het idee, participatie, dat het altijd gekoppeld is aan inspraak. Maar dat is natuurlijk veel breder. Het woord betekent meedoen. Maar meestal bedoelen mensen, ik vertel je wat en doe eens wat. En dat is natuurlijk iets anders. Hè? Ja. Dus als je gaat zeggen, participatie is dat de mensen aan de gemeente vertellen wat de gemeente moet doen. Nou, dat dacht ik niet. Dat is geen participatie. Dat is alleen maar vertellen. Ja. Wat ons ook aanspreekt, ja, is dat u behoorlijk actief geweest bent binnen het lokale omroepwereld. Voorzitter van de NLPO, dat is de Landelijke Organisatie voor de Lokale Omroepen. Hoe is dat hart voor lokale omroepen zo begonnen? Nou, al heel lang sowieso voor uh, publieke omroepen. Ik vind het echt heel bijzonder dat we dat hebben in Nederland en hoe we dat hebben. Um, ik vind ook, uh, toen ik in, in Noordwijk Wethouder uh, was, toen werd ik gevraagd om. Een tijdje voorzitter van de OLON, de voorganger van de NLPO te worden, en omdat daar gewoon heel veel aan de hand was. En nou, dat leek me wel leuk. Ik heb zelf in mijn studie ook stage gelopen bij de NCRV en bij de NRC. Um, en ik vind het heel erg belangrijk dat je allerlei soorten media hebt op alle niveaus, waar mensen gewoon informatie kunnen halen, maar ook ja, vertier, als ik het zo mag zeggen. Want er wordt heel erg ingezet op lokale omroepen en de, de lokale democratie en het kritisch volgen van de politiek. Maar het is ook gewoon heel bijzonder als je een een uh, lokale media hebt die dingen vertellen over een evenement of over iets wat in de straat gebeurt. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ja, het kleine nieuws wat ook ja, vaak... Maar het is uh, niet klein, klein nieuws. Maar het is vaak ook positiever ja, dan het landelijke nieuws. Dat ook, nieuws. maar het is ook uh, wat, wat aandachtiger. Hè? Het hoeft niet in twintig seconden samengevat te worden. Dat vind ik echt heel belangrijk. En um, het kan zijn dat, uh, dat er een groot evenement is wat het nationale nieuws haalt omdat er iets misgaat. Maar dat haalt de lokale omroep omdat het leuk is. Ja, dicht bij de mensen. Ja, dicht bij de mensen. En dat vind ik echt heel erg belangrijk. En dat geldt natuurlijk voor een lokale publieke omroep, maar dat geldt ook voor een lokaal krantje. Dat vind ik ook heel belangrijk. En, en, nou ja, en alles daartussen. Dat vind ik heel leuk. Ja, en er is veel veranderd. Uh, ja, lokale omroepen zijn eigenlijk steeds meer in de picture gekomen. Ja. Zelfs door de samenwerking ook met de NOS, maar ook met de regionale zeugd, omroepen. Ja. ja, hard voor gewerkt. Ik heb negen jaar voorzitter mogen zijn van de sector. En um, vanaf dag één was dat de bedoeling en daar hebben we echt heel veel echt anderhalve dag per per week ongeveer ingestoken en met, met heel veel enthousiasme en graag gedaan want ik vind het echt heel leuk om te zien dat ook bijvoorbeeld die die expertise dagen en inspiratiedagen en ook gewoon maar jullie studio hier dat is echt ook echt prachtig um, dat het allemaal maar kan uh, maar goed dat is ook echt belangrijk mooi resultaat dan ook op dat terrein ja, ja. Uh, geboekt de eerste paar werkdagen die zitten erop. En wat vooral uh, opvallend was, was gisteren al gelijk het bezoek aan Stompwijk. En ja. dat is heel goed ook uh, bevallen, hoorde ja. ik. Ja, nou bij mij ook. Ik vond het hartstikke leuk. Het is, um, um, kijk, wat je natuurlijk, als je van buiten komt, hè, dat is ook wel lekker. Ik heb al die sentimenten van zus en van zo en zo, dat heb ik allemaal niet. En dus mensen vertellen me, ja, en uh, in Stompwijk uh, moet je dan dit en dat, en in, in, in Veur en in Voorburg. Ik denk, ja, oké. Okay. Uh, het zal, ik ga daar lekker naartoe en ik laat het me vertellen. En ik ben echt geïnteresseerd in wat die mensen te vertellen hebben. En als je het nou hebt over participatie bijvoorbeeld, hè, wat ze daar in Stompwijk doen. Dan hebben mensen die echt ontzettend intensief meedenken met de gemeente, waar echt overlegtafels zijn. En waar ze op, op projecten die echt een invloed hebben op hoe die gemeenschap draait glasvezel, huizenbouw heel intensief overleg hebben en meedoen. En dat vind ik ook wel heel inspirerend hoor. Ja, dat grote echt, betrokkenheid. Ja, dat is uh, mooi. Als het, als het je eigen plekje is, dat je er zoveel energie ook in steekt om dat met de gemeente te doen. Dan denk ik denk, nou, vind ik leuk. Ook een heel bloeiend verenigingsleven. Ja, daar. ja maar ook in leidschendam Voorburg overigens. Ja, precies. Nee, daar ja, gaan we ja. allemaal ja. meemaken. Dus, uh, ja. Veel kennismaking natuurlijk ja. ook uh, de komende weken. Um, ja, hoe zijn uh, de eerste indrukken nu, die eerste dagen? Ja, goed. Ik, ben, uh, ik heb gezegd in mijn installatie. Uh, Toespraak. Ik wil voor de kerst bij 60 uh, instellingen, organisaties en uh, alles uh, geweest zijn. Buiten de gemeente. Hè. Dus uh, ik ben nu aan het kennismaken met allemaal mensen binnen het gemeentehuis. En afdelingen en teams. En ik ben bij Stadsbeheer geweest. Nou, dat is echt ook een supermooie club. En uh, bij de politie geweest vandaag. Um, ja, dat is ook echt een belangrijk uh, partner van de gemeente natuurlijk. Ja, dat is echt heel interessant. Iedereen geeft weer vanuit zijn eigen ogen een, een kijkje in uh, leidsland voorburg Burgemeester zijn is een heel intensief ambt en ja. de komende tijd zal dat uh, nog extra wat tijd kosten ja. in verband met de, de reistijden voordat u hier oh. woont. Uh, is er nog een beetje tijd voor hobby's? Um, dat moet je organiseren, hè? dus uh, een beetje. Ja. Ja, en wat ja. zijn die hobby's, als ik mag vragen? Ja, je mag het zeker vragen. Ik, uh, kijk, ik ben nu nog in mijn vrije tijd voorzitter van een raad van toezicht van een grote NGO, uh, zeg maar een, een goede doelenorganisatie... Uh, de Nederlandse tak van eigenlijk de grootste antislavernijorganisatie ter wereld, moderne slavernij. Uh, en dat, dat ben ik wel van plan om af te ronden, omdat ik dat, dat wel intensief werk ook. Uh, maar voor sporten doe ik, uh, ja, doe ik een, Jodo uh, is dat. Dat gebeurt ook overigens in Voorburg bij uh, Kajsij, maar ik zit dan in Zoetermeer. En ik ga graag naar de voetbal. Dat zijn dingen die, uh, nee, dat zijn allemaal van die dingen die je moet plannen. Maar ik heb wel gezegd, kijk, werk gaat voor het meisje, hè. Dus als ik moet werken, dan ga ik werken. En uh, als het er even bij, uh, bij kan, dan ga ik ook wel... Uh, maar wel af en toe wel. even het hoofd leegmaken. Want ja. dat is denk ik heel belangrijk. Even het hoofd leeg, maar ook wel aandacht aan de, aan de mensen thuis. Want die moet je ook niet vergeten. Want uh, ze zeggen wel allemaal aardige dingen over mij de hele tijd. En iedereen wil met mij praten. Maar er zitten er ook drie thuis waar ik graag mee wil praten. Ja, dat kan ik goed begrijpen. Toch? Ja. Hartelijk bedankt voor het uh, interview. En uh, heel veel succes hier in ja. en voorburg Gaat vast allemaal goed komen. Bedankt. En ja, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Leuk.